bij deze YouTube-video. Gezellig dat je er bent. Ik ga je meenemen. Welke supplementen neem ik allemaal in voorbereiding van mijn pro-show zo meteen in Dallas. En op dit moment ben ik nog 18 weken ben ik uit. Oké, ik heb hier mijn hele supplementenlijst. En als eerste tip wil ik je meegeven wat ik doe. Ik heb letterlijk mijn lijst supplementen heb ik uitgeprint. En dan kan ik elke dag kan ik afvinken. Maandag, dinsdag, woensdag. Welke dagen ik allemaal heb gehad voor mijn supplementen. Zodat ik ook exact weet, oké, ik heb alles binnen. Volgende tip die ik voor je heb is dat je zakjes kan bestellen voor supplementen. Werkt super fijn. En ik heb op 3 momenten op de dag heb ik supplementen. Maar dan laat ik gewoon voor de hele week maandagochtend supplementen. Dus dan heb ik mijn zakje al klaar. Maak ik de hele week maak ik dat vooruit. Hoef ik daar niet meer over na te denken. Oké. Frank die begeleidt mij naar mijn show toe. En die heeft ook dit hele supplementenprotocol samengesteld. Ik denk, heel handig om hem erbij te betrekken. Waarom ik dit neem. Oké, we gaan beginnen met de ochtend. Ik begin met 3 gram creatine. Is creatine eng? Nee, grapje. Nee, creatine is niet eng. Het is gewoon het meest onderzochte supplement ter wereld. En het kan bijdragen bij prestatieverbetering en ook het volhouden van je spieren. Dus zeker in een negatieve energiebalans. Paula gaat naar een heel laag vetpercentage toe. Wil je wel de ronding houden? Nou, daar draagt creatine heel erg bij, want het slaat vocht op in je spieren alleen. Niet op andere plekken in het lichaam wat vaak gedacht wordt, maar echt in je spieren. Waardoor het een stuk voller blijft ogen, wat uiteindelijk heel belangrijk is straks op het podium. Ja, oké. 1 scoop greens. Ja, dus één ding wat heel belangrijk gaat zijn, is ook de taille zo strak mogelijk houden. Dus wat we daarvoor belangrijk is, dat het, eigenlijk alle vitamines en mineralen en micronutriënten goed binnenkomen. En ja, in greens zit er zoveel producten in, dat anders zou Paula zoveel groentes moeten gaan eten, dat het bijna niet vol te houden is. En dat daar zelfs een buik opgezet van gaat raken. En op deze manier krijg je toch alles op een eenvoudige manier makkelijk binnen. Oké, gelijke vraag. Zou je greens ook adviseren aan de vrouw die dag 1 in de sportschool binnenwandelt? Nee. Oké, goed zo. Multivitamine. Ja, nou je moet voorstellen, Paula gaat uiteindelijk langdurig in een energietekort zitten. Dus het is nu nog 20 weken ongeveer naar de wedstrijd toe. Dat betekent 20 weken een negatieve energiebalans met een paar breaks er wel tussen. Dus je bent wel roofbouw aan het plegen op je lichaam. Dus je gaat ergens tekort in krijgen. Multivitamine is een hele goedkope manier om dat een beetje op te vangen, niet compleet op te lossen. Maar om de schade minder erg te maken. Dus daarom staat hij erin. Oké. 1 schep elektrolyten. Ja, vochtbalans. Uiteindelijk om maximale prestatie vast te houden en ook helder te kunnen blijven denken. Daarvoor gebruik je elektrolyten, zodat je potassium- en kaliumniveau op een bepaald niveau blijft optimale prestatie. Ja, hele fijne, leuke toevoeging. Ik geef Joy, dochter van 2, nog steeds borstvoeding. En ik merk heel erg ook met mijn elektrolyten, als ik die wel of niet neem, hoeveel zij daadwerkelijk kan drinken en hoe makkelijk het gaat. Dus elektrolyten, I love it. Wat ik hier ook fijner vind, want overal drink ik op de dag heel veel water. En dit geeft smaakjes aan mijn water. En zoals in de avond heb ik dan een heel lekker smaakje. En in de ochtend heb ik ook, vaak verspreid ik dat, mijn greens, 1 bidon. Dus dan heb ik al 700 milliliter heb ik binnen. En dan de volgende bidon, daar gaan dan mijn elektrolyten in. Dus dan zit ik eigenlijk op 1,5 liter. Die ik heel makkelijk wegkrijg. Oké, dan gaan we door naar glutamine. En die heb ik 's ochtends en een deel 's avonds. Ja, glutamine, uiteindelijk wat ervoor zorgt is eigenlijk gewoon dat je darmen wat sterker blijven. Dus zeker als je langdurig op dieet bent en regelmatig wel dezelfde producten eet, ga je merken als je dan één keer wat anders eet, je buik staat enorm op. Nou, glutamine zorgt ervoor meer bescherming voor, dat je darmen iets rustiger kunnen blijven. Dus uiteindelijk het doel is dat de taille straks zo slank mogelijk is. Dus in deze situatie is het nuttig, daarbuiten raak ik het eigenlijk bijna nooit aan, maar nu is het gewoon, we nemen geen risico, we nemen gewoon alle zekerheden die we kunnen nemen om te zorgen dat die darmen zo rustig mogen blijven. Ja, oké, want dit is gelijk een interessante vraag. Ik zou kunnen denken, ik sport in een sportschool, maar ik heb ook wel eens wat last van een opgezette buik. Hè? Heb je het net over? En wellicht wat scheetjes. Dan ga ik glutamine nemen. Maar ik denk dat je dan de plank heel erg mislaat. Ik denk dat de enige die ik aan zou raden zijn de vitamine D en de creatine van dit hele schema. Ja. De rest zou 99% niet nodig hebben, dan zou ik eerst zeggen, ga eerst 90 dagen lang je calorieën correct hebben. En plus daarna nog eens 90 dagen de macronutriënten, die eiwitten, koolhydraten en vetten. Als je dat voor elkaar hebt gekregen, mag je beginnen te denken aan een supplement. Maar de meeste mensen redden dat al niet. Dat is ook zonde van je geld. Dus oké. Dan gaan we door. Vitamine D. Nou, als jij de zon buiten kan vinden, dan zou je wel begrijpen waarom het is. Dus het is eigenlijk gewoon een zonlichttekort. En zeker een tekort aan vitamine D gaat je testosteron omlaag. Je wil zoveel mogelijk spiermassa houden. Dus daar draagt vitamine D heel erg bij. Dus dat voldoende aanvullen, zeker in deze periode van de winter waar het nog heel erg donker buiten is, is een must bij. Ja, oké. Dan gaan we naar tijdens het trainen. Dat is bij mij om 11 uur of rond een uur of 2. 1 schep EAA en 1 schep intracarbs. Ja, EAA zijn essentiële aminozuren, zijn puur ter spierbescherming. En intracarbs is, Paula traint heel intensief.
Dus het niveau waar Paul op traint is een stuk hoger dan wat je gemiddeld in de sportschool ziet. Dus het komt voor dat zij letterlijk haar koolhydraathoeveelheid kan uitputten in een trainingssessie. Dus gedurende een training gaan we eigenlijk de koolhydraten alweer aanvullen. Zodat ze wel door kan blijven trainen en wel het trainingsvolume gaat halen wat ze kan halen. En waardoor ze maximaal resultaat boekt. Maar daar heeft ze al voedingsstoffen nodig tijdens het trainen. Dit raad ik niet voor heel veel mensen aan, maar je moet behoorlijk hard kunnen trainen om dat te kunnen doen. Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar de avond toe. Ook leuk om te weten, mijn avond eet ik gelijk na mijn, of mijn supplementen na mijn avondeten. Want ik merk bijvoorbeeld, doe ik dit een uur voor het slapen, dan kan ik echt van mijn supplementen, of tenminste, ik slaap onrustiger. Ik weet niet of het per directe correlatie ligt, maar ik merk het heel erg. Dus ik neem dit al best wel heel erg vroeg op de avond. Gelijk eigenlijk na mijn avondeten. Oh, omega 3, 200 milligram. 2000 milligram. 2000, laten we 2000 noemen. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon voor hartgezondheid. Eigenlijk omega 3, de juiste ratio omega 3 ten opzichte van omega 6 verhouding zou je optimaal hebben voor optimale gezondheid. Dus dit is gewoon iets puur voor gezondheidsredenen wat erin staat. En ook om de juiste vetten binnen te krijgen. Puur voor hersengezondheid bijvoorbeeld is het ook wel heel belangrijk. Dus daarom staat hier eigenlijk in. Het is gewoon puur een gezondheidsmiddel. Ja, leuk om te weten. Deze heb ik van supplement niet. En die snoepjes zijn heel erg lekker. Daar neem ik er dan 6 van. En dat zijn dan mijn snoepjes op de dag. Dus dat heb ik even... Geen dropjes, geen whatever. Maar dit zijn mijn snoepjes. Smaken fantastisch. Oké. Okay. Dan 400 milligram magnesium. En ik vind het ook leuk dat je gaat beschrijven... Hey, waarom neem ik deze variant expliciet... in plaats van alle varianten die er zijn. Ja, er zijn heel veel variaties. En om daar helemaal op in te gaan, dan wordt het een hele lange video. Dus dat gaan we niet doen. Dus het is de bicyclinaat variant die ze neemt. En ja, 400 milligram in de avond... Zeker als je heel veel transpireert op een dag, zeker met alle cardio die Paul doet, de krachttraining, is het een grote kans dat je magnesium tekort hebt. Dat willen we gewoon aangevuld hebben voor optimaal herstel en ontspanning van de spieren, zodat je uiteindelijk geen blessures krijgt. Got it. Oké, dan heb ik 1 schep PM Priming en die heeft dus ook een hele lekkere smaak. Ja, PM Priming is dus een combinatie van bijvoorbeeld L-theïne. Er zit eigenlijk is een combinatie van meerdere stoffen die erin zitten die eigenlijk zorgen dat je optimaal klaarmaakt om te gaan slapen. Dus slaapkwaliteit is voor Paul heel belangrijk voor goed herstel. Dus het is gewoon een mix van een aantal stoffen die ervoor zorgt dat je optimaal gaat slapen. En Paul houdt niet van een berg pillen nemen. Dus dit is wat dit is. Het is gewoon een scoopje dat ze een beetje water kan doen, dat ze kan drinken waardoor het makkelijker binnenkomt. Dus dat is gewoon een manier om dat op te lossen. Ja, oké, okay, love it. Vitamine D3 en dan ook K2 weer in de avond. Ja, dus. Zelfde reden. Ja. En dan ook mijn glutamine. Dit was het. Alrighty. Hey, voor deze video heel erg fijn en interessant. Geef dan zeker even een duimpje. Abonneren. Hartstikke fijn. 1 keer in de week komt er een video uit met een update. Hey, hoe gaat het naar mijn show toe? En hey, laat ik ook meer letterlijk van mijn leven laten zien. Hele fijne dag voor jou. En tot de volgende video. Leuk.